AFM en hypotheekverstrekking. Dit is een klassiek voorbeeld, nee, niet een klassiek voorbeeld, maar wel een helder voorbeeld van wat de heer Dijkgraaf al zei. Ja, op punten scherpen wij ook zelf onze regelgeving aan. En dat leidt dan tot verkrapping. En op andere punten geven wij weer ruimte en dat leidt tot verruiming. Hier is dat aan de hand. We hebben zeer wel overwogen, en ik zal daar ook stellig aan vasthouden, besloten om de loan-to-value ratio te verlagen. Die is hoog in Nederland, ongebruikelijk hoog. Vergeleken met andere landen, zeer ruime kredietverlening geweest, het hanteren van die ratio. En die wordt nu geleidelijk aan stapsgewijs verlaagd van 106 richting de 100%. In de andere landen ligt hij nog veel lager, maar dit is het traject dat we nu hebben afgesproken. Het is echt onvermijdelijk dat we dat doen. Het is een van de herstelwerkzaamheden die nodig is. Tegelijkertijd hebben we aangegeven richting AFM en de banken dat in de omgang met de loan-to-income ratio meer rekening kan worden gehouden met zeg maar starters op de hypotheekmarkt die grote inkomenspotentie hebben. Die sneller zouden kunnen doorgroeien in de komende jaren. Daar zou rekening mee kunnen mogen worden gehouden. Ik kreeg toen meteen op mijn donder van de SP, ik weet het nog goed. Dat was een klassenmaatschappij en dergelijke. Maar volgens mij heeft dat niets te maken met klassenmaatschappij. Dat kan ook iemand zijn met een mbo-opleiding in een technisch beroep. Daar worden in sommige van deze beroepen buitengewoon goed betaald omdat er enorme schaarste is. Dus ook voor, het heeft niks te maken met opleidingsniveau, dat kan heel gedifferentieerd zijn. Maar laat gewoon banken dan rekening kunnen houden met de inkomensontwikkeling die van een starter op de woningsmarkt kan worden verwacht. Daar hebben we weer wat ruimte gegeven. Dus dit soort bewegingen zijn allemaal tegelijkertijd gaande. Ik heb geen aanleiding om op beide punten het beleid te herzien. Maar we blijven in gesprek met banken en de AFM over waar men tegenaan loopt. En als er concrete knelpunten zijn, sta ik daar ook altijd zeer voor open om dat in dat gesprek verder te brengen. Interruptie van mevrouw De Vries en daarna van de heer Nijboer. Ja, volgens mij was ook niet de oproep om de regels aan te gaan passen, maar hoe de wisselwerking tussen AFM en de banken is over de interpretatie, hoe men op de vingers getikt wordt, wat dat voor reactie bij de banken oplevert. Dat er dus eigenlijk binnen de regels die er zijn meer maatwerk geleverd kan worden. Maar dat er een soort angst bijna is bij de banken om dat niet te doen vanwege hoe de AFM ermee omgaat. En ik denk dat dat een slechte ontwikkeling zou zijn. De minister. We hebben periodiek overleg tussen AFM, de sector en het ministerie. We gaan dit gewoon op de agenda zetten om dat echt concreter uit te diepen. Waar zit het hem dan in? Kunnen wij daar iets aan doen? Of hanteert de AFM gewoon terecht de verschillende ratio's die we met elkaar hebben afgesproken? Ik ga dat periodiek overleg daarvoor gewoon benutten. De heer Nijboer. Ja, dank voorzitter. Dank de minister voor deze toezegging. Want als er knelpunten zijn, die leggen wij hier dus heel nadrukkelijk neer. We hebben verschillende banken bezocht, de PvdA-fractie ook. En we hebben ook de AFM bezocht. En de AFM zegt, we geven ruimte binnen de regels. En de banken zeggen, we krijgen het niet. Het zit muurvast en het moet gewoon losgetrokken. Dus als u de minister daarmee in overleg kan, dat heeft niks met de bestaande regels verruimen en weet ik wat niet te maken. Het heeft gewoon te maken met wat kan en wat niet gebeurt en wat onwenselijk is. De minister. Ja, met die kanttekening dat als er de factor Zwarte Pieten in het spel zit, dan haal ik die er ook uit. Want er is nu kritiek op banken in het kader van kredietverlening, hypotheekverstrekking. En als men kan zeggen, ja, maar het ligt aan de AFM, dan zal ik daar niet automatisch in meegaan. Dan ga ik dat ook echt doorvragen en beproeven, is dat nou echt zo? Of is de AFM nogmaals gewoon terecht de normen die we met elkaar hebben afgesproken aan het bewaken? Dus we gaan het echt, we gaan even de tanden inzetten om te kijken wat de werkelijke analyse is.